Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Kingdom Hearts Trilogy serie. Vandaag ga ik verder met Agrabah. Gaat Wesley naar Port Royal. En de rest zien we zometeen. Ik hoop dat ik door Port Royal een beetje snel heen kom. Dit is... PC-port. Graphics glitches. Mooi man. Kleren van de piraten die zijn een beetje... aan het flikkeren. Nou. Dat is handig. Weet je wat de beste manier is om dat op te lossen? Nou. Piraten doodmaken. Dat is inderdaad een goede manier. En het liefst een beetje zo snel mogelijk, zodat ik ook richting Agrabah kan opschieten. Want na Agrabah is Halloween Town. En dat betekent dat, dat ik kan gaan zien of dat ze ook een aparte ding hebben gemaakt voor Christmas Town voor Roxas. Oh, vast. Denk het wel. Zullen we moeite nemen voor Timeless River? Ja, dan moet je bijna zeggen van ja, oké, we doen het ook voor Halloween Town. Want ik denk dat daar de meeste mensen naar uitkijken. De Halloween Town is de originele wereld waar je een nieuw kostuum krijgt. Ja, en... En Atlantica, maar niemand vindt Atlantica leuk. Dus dat we vergeten allemaal eventjes dat de andere wereld was in Kingdom Hearts 1 die dat deed. Halloween Town was degene in Kingdom Hearts 1 die dat deed. En die we leuk vonden. Dus daar kom je niet meer weg om dat te negeren. Het is ook dat Halloween Town ook de beste keyblade geeft. In deze game, ja. Zo. Maar dat is pas in de tweede visit, helaas. Zo. Hup. Oké, dat klaar. Oh ja, bij deze onzin. Heb ik genoeg voor een wisdom of niet? Nee, net niet. Ja, ik gebruikte nu ook voor de eerste keer wisdom, zo net. En... Ja. Het is wel, ik was vergeten hoe weinig damage dat doet. Ja. Waarschijnlijk omdat je damage gebaseerd is op je magic stat. In Wisdom Form. En magic ja, maar ja, ik heb een paar dingen gehaald. En dat geeft mij al plus 4 magic. En dan valt alsnog tegen hoe weinig damage ik doe. Oké, dus Wisdom is gewoon niet zo goed voor damage. Tenzij dat je magic gebruikt, dan weer wel, maar... Goed, magic kan je niet zo goed spammen. In deze niet, nee. Ja, een keer maar 3 kan je het wat beter spammen, maar ook daar... Je zit gewoon wel vast met je MP. Gelden regels. Op een gegeven moment is je MP gewoon op. In dingen zoals Birth by Sleep of eigenlijk alle games die een command gebaseerd systeem hebben. Daar kun je Magic Heart spannen. Ik haat het stuk zo erg. Als we zeggen Magic, dan is het Balloonra. Ik ben bezig met de 4 full bodies, om het even zo te noemen. Ja? In dat stuk waar eigenlijk geen 4 full bodies kunnen zitten. Oh. Dat, ja. Dat duistere stukje. Shit, dood. Ah, dit is zo kluts. Ja, dat is een fight die inderdaad... Hetzelfde probleem was bij de throne room in Disney Castle, waar je... hoe heet het? Waar je gewoon te veel gaande hebt voor de ruimte die er is. Yep. En dat is het hele punt van dat soort fights, dat begrijp ik wel, maar dat blijft irritant. Ja, dus ik los het even op een andere manier op. Ze zeggen eigenlijk gebruik Aladdin, maar weet je wat? Ik zeg fuck it. Ik heb Goofy erin gestopt en ik doe gewoon zometeen gewoon Trinity. Ja, dat lijkt me op zich geen slechte strategie. Fucking maanlicht, kom op! Ik vind alleen wel jammer dat je experience niet meegaat wanneer je doodgaat. Ja. Dat had ik net ook een paar keer inderdaad, dat ik een paar keer achter elkaar dood ging en dat ik heel vaak level 18 bereikte. Of level 17, ik ben nu pas 18. Zo.
Hey, kijk, Heartless, die gaan we helemaal overslaan. Ja, dat is net niet genoeg. Ik word gewoon gejuggeld in de lucht, man. Zo ongelooflijk kloten. Welke enemies heb je last mee? Full bodies op gewoon het stuk wat ik gewoon geen ruimte op heb. Oh, dat stuk, ja. Daar ging je net dood, klopt ook, ja. Ja, nee, dat is... En als ik mijn combo gewoon kan afmaken, krijg ik ze nog in de lucht. Maar ik word... Omdat hij zo weinig ruimte in de verhouding. Zo. Oké, ja. Oeps. Nou ja! Shit, sorry, weer. Ja, dit drijft me wel op echt op een muur, dit. Zulke stukken. Sora. Ja, ik kan wel reflect gaan doen, maar ik denk niet dat dat helpt. Nou, weet ik niet. Het voordeel aan reflect is als je op een kleine oppervlakte zit, dat je wel meteen alles raakt. Ja, klopt. Het is op zich goed dat je reflect noemt, want ik had hem nog niet in mijn customize menu gezet. Dat ga ik zo meteen wel even doen. Mm-hmm. Nou, we doen nog een keer. Nou, 2 devs op eigenlijk een stuk wat mij eigenlijk niet uitkomt dat ik daar devs heb. Ja, op zich, doodgaan komt nooit uit. Nee, oh ja. Shit. Ik was vergeten om. Ik heb niet aandacht besteed aan het feit dat ik mijn drijfvorm leeg had. Oh ja. Net nadat je de ene Pirate Battle hebt gehad, komt de volgende Pirate Battle. Want dat is echt super fijn. Oh, dit is die Medallion Battle waar we het vorige keer over hadden. Ja, nu weet ik waar ik ben. Ik heb ongeveer nu felle vorm gedaan in plaats van wisten. Wie weet helpt het ook. Ik bedoel, felle vorm is op zich nog steeds best een goede vorm. En... Ja, klopt. En doet waarschijnlijk meer in het aanvallen van meerdere enemies tegelijkertijd dan wisdom zou doen. Mm-hmm. Over Velleform gesproken. Tijd voor Velleform. Ik kan niet zo. Verdomme weer dood. Continue. Maar ja, ik wist nog wel dat dit ook gewoon een klootstuk was. Ja, fuck it. Party, Goofy. Abilities, Diamonds. Equip. Nee. We doen geen auto limit. We gaan het weer proberen. Want zo moeilijk. Is dit niet? Het is gewoon even door het eerste stuk komen. Ja, als je 1 of 2 dood hebt, dan valt het allemaal wel mee. Maar het is het feit dat er 4 zijn zo dicht op elkaar. Ah, dit is al een supergoed begin. Ze timen nu zo die shift shots bij elkaar dat ik gewoon iedere keer neer word gehaald. Oh ja. Dit is zelfs met Kingdom Hearts 1, dat ik vergeet, oh ja, wacht even, telkens met een continue klik, moet ik mijn settings even aanpassen. Yep.
Anders hebben we die onzin zometeen weer. Kingdom Hearts 3 hebben we in ieder geval een retry knop. Oh, wacht even, dat heb je hier. Heb je hier ook bij bossen, maar dit is geen bos natuurlijk. Nee, het is gewoon een random stuk. Ja. Ja, wil ik Donald of wil ik Goofy? Goeie vraag. Ja. Nou, ik heb strategie gevonden. Beter. Fantasia. Oh. Op zich is dat een strategie, inderdaad. Nee, ja. Maar ik heb tenminste nu één full body neer. En dan valt het reuze mee, want dan kan je gewoon eens ook rustig een handje. Zal ik voor de grap Laroxine proberen? Nope. Ach, als jij tijd wil verspillen, ga gewoon rustig gaan. Ah joh, je loopt nog steeds een wereld voor. Ja, daarom ook. Als je tijd wil verspillen, ga gewoon rustig gaan. Zeker niet. Ik ga direct door naar Barbosa. Ja. Wat op zich. Het is een beetje zonde dat ik dit doe, maar fuck it. Ik heb toch momenteel geen armor, dus een beetje wat extra defense kan geen kwaad. Nee, dat lijkt me inderdaad ook. Want jij hebt waarschijnlijk ook nog geen armor, of wel? Nee. Ja, ik heb die elven bandana, maar that's it. Mm. Het is wel vreselijk irritant dat je geen dodge roll hebt in deze keer. Ja, totdat je limit form krijgt, maar dat is pas redelijk aan het einde. Ja. Zo. Ik schrok ervan. Wacht even, zijn we nu al uit of tijd? Nee, het was gewoon Discord. Ach, dat zou heel snel zijn. Dat zou inderdaad snelle dingen zijn, ja. Nou, ik geef je nog ook een extra tip nu. Gebruik geen Trinity bij de genies. Dat werkt niet goed? Nee, de grote damage krijg je pas wanneer je klein kan krijgen. Ah, tuurlijk, ja. Barbosa doet pas veel damage. Ja, I know. Oké. Gelukt of mislukt? Mislukt. Interessant genoeg. Ik had niet verwacht om dood te gaan bij Barbosa, als ik eerlijk ben. Maar goed. Zo. Hoppakee. Nou, dat is Agrabah klaar. Hup. We kunnen beginnen aan een van de leukere werelden. Ja, eindelijk tijd voor Halloween Town. Ja, ik ben al heel blij als ik door deze fight met Barbosa kom zo meteen. Want ik schrok best wel van hoeveel damage die deed in hele korte ja, tijd. Ja, onthouden hè. Je bent echt, naar verhouding, echt laag level. Dat viel me ook al op, dus... Ik probeerde al een beetje afstand te houden en voornamelijk met Wisdom Form hem damage te doen. En dat zorgt er wel voor dat je heel veel damage in het begin kan ontwijken. Op zich, ik ben nu level 19 en de combat level voor deze wereld is 20. Dus zo heel veel lager. Nee, klopt. Maar zelfs, even heel eerlijk zijn, dat level klopt niet altijd. Meestal is het aan de lage kant, of aan de hoge kant zelfs bedoel ik. Dus... Ja, dan gaan ze uit van beginnen. Ah, oké, nee, nu valt het wel aan mij. Nu kan ik hem juggelen. Nu zit het toch goed.
Ja, dan komt dat weer helemaal goed, denk ik. Ik kan de fight niet starten met een drive form, want ik heb geen drive recovery. Nee, maar heb je ook geen drive recovery? Volgens mij niet. Nou ja, als je in Agrabah begint, heb je meteen een Moogle shop, dus... Het is misschien niet verkeerd om er al een begin aan te maken. Is inderdaad wel... Oh, en precies op dat moment is Donald dood, what the fuck? En nu is Jack... Oh, wat een kut mechanic is dat, zeg. Wat, duisternis of dat hij met zijn zwaard kan gooien? Nee, dat als Jack doodgaat, dat je de fight ook verliest. Oh, die, ja. Dat is inderdaad kut, ja. Nee, duisternis, dat boeit me niet zoveel. Nee? Nee, dat is ook... Maar dat is de hele gimmick van Kingdom Hearts. Darkness, darkness, keys, hearts. Darkness, darkness, keys, hearts. Ja, precies. En deze darkness. Fight gebruikt het totaal niet interessant. Het is redelijk irritant. En daar is het dan ook al mee gezegd. Mm-hmm. Op zich ook wel een goede samenvatting is van de Darkness en Kingdom Hearts in zijn algeheel. Het is redelijk irritant, maar that's it. Het is eigenlijk geen gevaar. Als wij gewoon op ons eiland hadden gezeten, dan was Alice niet ontvoerd geweest. Was Jasmine niet ontvoerd geweest. Oh, nee, ze waren nog steeds ontvoerd. Alleen niet door Rico. Ja, dan had Maleficent moeten doen. Precies, dan had ze zelf werk moeten doen. Ja, maar dat wil ze niet. In plaats van een stagiair erop zetten. En zo Rico betaald. Nee, Rico is heel duidelijk een stagiair, toch? Ik bedoel... Ja, maar stagevergoeding, doet Maleficent eraan? Maleficent is... is pro-darkness. Je vergoeding is de ervaring. Ja, hoogstens inderdaad één... trouwens, nee, zijn stagevergoeding was de power om de Heartless te kunnen controlen. Ja, ik wil toch iets wat materialistisch is, hoor. Voordeel is, als je de darkness kan controlen, heb je verder... Geen probleem ook met je huur betalen. True. Huurbaas dan begint te janken over... Hey, tijd om huur te betalen. Stream kunnen naar de Realm of Darkness. En dan probleem opgelost. Ja, ik heb hier een heel mooi strand. Heet de Dark Meridian. En daar leef jij vanaf nu. Jouw huis is van mij. Kom je misschien nog Aqua tegen. En anders succes ermee. Oké, Bob Rosa is eindelijk dood. Lekker bezig. Het duurt best wel een tijdje voordat we weer een nuttige keybait krijgen, of niet? Ja, ik kan zeggen follow the wind, dat die een beetje... Het is niet sterker dan wat je nu hebt, maar... Ja, hij heeft draw. Het is... Hij heeft draw, ja. Het is niet mega nuttig of zo. Ik moet om één ding al op zich lachen. In de notitie staat unequip deze ability. Ja, maar ik heb hem nooit geëquipped. Oh, in dat geval ga gerust door. Ik heb nog steeds geen... Dit is heel erg mooi. Je hebt geen notities, bedoel je? Nee, ik heb sowieso geen notities opgezocht nog steeds hiervoor. Ik heb geen dodge slash. Ik merk dat ik in Kingdom Hearts 1 die notities al zo weinig gebruikte en dat is een game die ik minder goed ken. Dus Dat zal vast wel goed komen. Ik ga alleen redelijk wat dood en er zijn best wel wat graphical glitches in deze gummy route. Dus dat is op zich een interessante loop. Nou ja, zolang je dingen kan zien is het goed. Oh, ik kan dingen wel zien. Alleen alles flikkert, zeg maar, iedere paar frames alle textures naar zwart. Wat een interessante nieuwe dimensie geeft aan deze Gummiraad. Dat dan weer wel. Ja. En de hele zooi draait nog steeds op like 20 fps. Vooral de Gummirauds zijn daar echt heel slecht mee. Wat op zich logisch is. Maar, ja.
zoveel enemies heb ik hier nog? Oké, zijn we nou een keer door de hardste heen? Ja. Skip. Ja, ik pas even één ding aan. Nee. Ja, up. Nou. Dan gaan wij naar Christmas staan. Christmas. Heb je eigenlijk de film ooit gezien? Ja, zeker. Ik vind Wereld in Kingdom Hearts leuker dan de film. Sommige. Ja, ik mis alleen soms wel de Aladdin en Hupplepuff. Nee, voor de Nightmare Before Christmas specifiek. Ja, want Nightmare Before Christmas is op zich ook een beetje een rare film als je erover nadenkt. Het is, weet je, ik heb op zich een toffe film, leuke stijl. Dat vind ik allemaal heel tof aan. Het enige probleem dat ik er een beetje mee heb is dat Disney musicals vind ik leuk. Alleen, ik moet daar nog steeds eigenlijk een keer een word count voor doen. Ik ben ervan overtuigd dat er in de Nightmare Before Christmas meer woorden gezongen worden dan gesproken. Het is een beetje zou inderdaad kunnen. Te veel zingen, te weinig daadwerkelijke dialoog. Mm-hmm. Ik ga gewoon hartstikke dood. Ik ben dood in een gummy run. Oh my god. Het is niet echt jouw dag vandaag, of wel? Nope. Maar die... Ik kan dealen met die kutte framerate in normale combat redelijk. Ja. In de gummy ship is het een grote probleem. Mm-hmm. Ja, dan proberen we het nog een keer. Nou, laat maar raden. Zit er AP boost? Nee. Ik heb wel weer typisch gevonden dat daar de AP boost in zit. Waarin? Gewoon in de random chest. Ja, ze zitten vaak wel in gewoon random chests waarvan je niet zou wachten. Ik heb natuurlijk een Port Royale die ene AP boost in het begin. Mm-hmm. Totaal vergeten dat hij daar zat, maar wel opgepikt. Ja. Ik blijf alleen wel jammer vinden dat in save points mijn HP wordt geheeld, mijn MP, maar mijn drive form, nee. Ja, dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant zou je wel zeggen dat het daar ook moet healen. Aan de andere kant, dan worden save points wel eens heel overpowered. En Kingdom Hearts is best veel save points. Dat maakt mij niks uit. Het kost mij te veel... Het kost mij te veel drive recoveries. Ja, oké, maar dat is best wel het hele punt, zeg maar. Ja. Dat drive best wel... Als je continu drive kan gebruiken, is best wel een overpowered mechanic. Ja, maar het is wel leuk. Oh, het is super leuk en het voor snelheid werkt het geweldig. Mm-hmm. Dat is inderdaad ook de reden dat ik zo meteen in Agrabah direct wat drive recoveries erbij ga kopen. Want ik kom steeds meer tegen problemen aan dat ik battles inga zonder drive. Had ik net in Timeless River al een paar keer en nu bij Barbossa ook eens zo net. Ja. Het is gewoon geen ideaal begin. Zo. Ja, en Decisive Pumpkin krijgen wij pas na de tweede visit, hè? Ja, Decisive Pumpkin is pas na de tweede. Het zou heel mooi zijn als het na de eerste was, want dan heb je voor het einde van de eerste visit overal meteen de beste Keyblade in de game. Mm-hmm. Maar nee, helaas is het pas na de tweede keer. Dus de eerste volgende Keyblade die echt relevant is, is een Hollow Bastion. Offkeeper. Offkeeper toch, is Twilight Town. Nee, als je krijgt een Hollow Bastion, krijg je ook de, wat is het, Lionheart? Oh ja. Die is op zich ook nog de moeite waard. En dan inderdaad in Twilight Town krijg je de Oathkeeper.
Tof. Ik weet alleen niet of ik die ga gebruiken, want MP is in deze wat minder een probleem dan Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 1 wil ik wel een keer die extra MP hebben, maar in deze... Wat is het niet sneller MP recharge? Aan god van... Denk het. Weer Gummy Shift? Ja. Of... Niet te doen. Oké. Okay. Nog een keer proberen. En toch even naar mijn taakbalk kijken ondertussen dat ik niet per ongeluk nog een programma over heb staan dat dit veroorzaakt. Maar het lijkt het niet op. Ja, ik zou zeggen controleer maar voor de zekerheid, want anders... Ja, ik heb Chrome openstaan, maar dat kan het probleem niet zijn, lijkt me. Nee, want jij gebruikt Discord als browser, of niet? Nee, ja, wel als software. Wel als ding, ja. Zo. Zo. Dat was... Ik heb geen idee. Hoe heet deze? Cage of zo? Random Cage. Het is niet Parasite Cage, want dat is Kingdom Hearts 1. Ja. Ook iets met Cage volgens mij inderdaad. De kidnap, ik neem jouw powers over, terwijl je helemaal zelf geen powers hebt, Cage. Die bos. Precies, die Cage. Zo. Nou, kan ik nog aan Oei toe of niet? 2 minuten, ik... Net niet, maar ik ga gewoon 1 poging doen. Kijken hoe het gaat. Ja, ik zit sowieso de komende paar minuten vast in deze Gummy Ship Mission. En dat is ervan uitgaan dat ik hem nu wel haal. Mm. Wat vrij optimistisch is. Ja. Nou, fuck it. Ik doe gewoon Oogie en... als Oogie lukt, mooi. Als Oogie faalt, nou, minder mooi. Exact. Maar dat betekent dat je dus nu door al het gezeik met die Gummy Ship 2 wereld op me voorloopt. Ja. Toch even, zeg nog niks, want we hebben nog steeds Damage. Ja, oké, maar Damage... Als Damage een roadblock-probleem is te grootte van 2 werelden, dan... Moet ik me ook gaan afvragen wat ik aan het doen ben. Dat is wel heel extreem. Dat betekent dat je gewoon... 40 minuten op 1 boss fight zou zitten. Zeg maar, je moet en Damage heel erg verneuken en ik moet Damage eerst een keer goed doen en dan... Moet het zeg maar ook bij Zaldin het geval zijn en bij Roxas of zo. Ja, maar ik zeg sowieso fuck Zaldin. Als ik die kan uitstellen, stel ik die uit. Valt weinig het uitstellen, ben ik bang. Ik kan tenminste zeggen fuck it. Oké. Deze motherfucker weer. Deze keer graag zonder dood te gaan. Wat keer dood? Kom bij een bos of zo? Of? Die bos met die. Klauwen? Met die 4 klauwen inderdaad, die blauwe. Dus iedere keer als hij het hele scherm begint te vullen met van die bommen. Dan ben ik fucked, want mijn framerate is niet genoeg om daarmee te kunnen dealen. Fucking hell! Nee, ik ben nog bezig met Oogie, dus als jij nog een poging wagen, ga gerust je gang. Of als je het, de tijd wil gebruiken om via taakbalk te checken. Ja, er is niks wat... Het is gewoon Kingdom Hearts die kut doet. Dus er draait verder niets op mijn PC wat videokaart resources wegneemt ofzo. Mm-hmm. Als deze poging niet lukt, dan ga ik oprecht gewoon eerst naar... Halloween Town. Kan ook. Dan unlock ik daar ook een betere Gummy Ship mee namelijk. Vanuit dat perspectief is het toch geen slecht idee, nee. Ja, beter dan iedere keer hier op stuk blijven lopen en dat is... weet je wat, ik ga dat gewoon... doen. Dat is tijd. Nee, maar ik ben een beetje met Oogie, dus... Fuck tijd even.
Oggy, drop even wat cadeautjes, man. Dat kan ook nog het geval zijn dat ik gewoon heel veel beter RNG krijg bij Oogie dan jij. Ja, dat zou ook heel mooi zijn. En geef voor nu niet al te veel crap. Ah, oké, dat is op zich positief. Oh ja, andere gummy route is ook zo'n supersnel bewegend ding. Maar deze draait in ieder geval wel wat beter en heeft niet dezelfde irritante boss fight. Dus. Dat scheelt wel. Who knows? Oké, nevermind. Hij draait niet beter. Niet eens misschien. Zo. Ik blijf het wel geinig vinden. Wij hebben. We skippen naar verhouding wat werelden. Maar. Nee, eigenlijk geen werelden. Maar Pride Lens is optional. Ja. Maar het is waarschijnlijk omdat Pride Lens in de story heel moeilijk in te werken geweest zou zijn op een logische manier. En ik denk ook dat ze niet heel erg veel zin hadden om die wereld, omdat de movement controls zo anders zijn. Mogelijk. Okay. Dan had je met Kingdom Hearts 1 met Atlantica ook. De movement controls zijn zo ongelooflijk anders en redelijk irritant. Bij Pride Land zijn ze wel beter, gelukkig. Ja. Geef even een seintje wanneer jij klaar bent met de run. Yes, ik. Deze gaat tot nu toe een stuk beter, dus waarschijnlijk red ik het gewoon tot het einde en dan zien we wel wat ik. Daarna kan ik rustig naar de wc. Ja, precies. Dan kan ik misschien even kijken of dat ik in de settings van Kingdom Hearts zelf iets kan vinden om te doen. Mm-hmm. Kan je wel vertellen dat 20 minuten lang in Gummy Ships de fire button spammen? Ja. Is niet heel prettig voor je duim. Nee, dat had ik eerlijk gezegd je ook wel kunnen vertellen. Überhaupt 2-3 uur lang Kingdom Hearts spelen is niet heel prettig voor je duim, want ook als je niet in de Gummy Ship zit, is 90% van de gameplay gewoon mash X till you win. Mm-hmm. Maar in deze game zit er zo nu dan ook nog een driehoekje tussen. En dan ging er maar 3 helaas ook, want Attraction Flow. Shit. Een beetje. Die fucking Claymore. Weet je wat, ik sta hier wel stil. Toch bijna klaar bent. Ik ben nu redelijk dicht bij het einde volgens mij, want ik word gebombardeerd met tig enemies. Er moet zo meteen volgens mij ook nog ergens een bos. Oh ja, dat wiel. Is hier de bos, geloof ik toch? Dat wiel alleen maar kan het vliegen. Nou, waarschijnlijk kan het vliegen. Ja, de meeste dingen in de Gummy Ship Route kunnen vliegen. Alleen dat die ene. Ja, oké, nee, ik had me goed herinnerd. Ik zweer als ik hier dood ga, jongen. Als ik. Nee. Nou? Nee, ik ben nog niet dood, maar wel bijna. Volgens mij is de bos weg. Volgens mij ben ik aan het einde. Of niet? Ja of nee? Ik. Er gebeurt niet bijzonder veel. Ah, oké, maar dan ben je er vaak wel. Dan ben ik inderdaad wel redelijk aan het. Ah, oké, de camera er uiteindelijk om. Ik ben aan het einde. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.